Hey hallo, leuk dat je kijkt naar Dubieuze Dingen onderweg, deel 2 alweer mensen. Ik wil iedereen bedanken die heeft gereageerd op de vorige video. Ik heb ontzettend leuke reacties ontvangen. Waaronder je moet je scheren, heb je niks beters te doen en ga eens werken lamlul. Maar ook van chauffeurs die hetzelfde meemaken onderweg en die dat dus gewoon beamen. En mensen die het gewoon leuk vinden. Kan natuurlijk allemaal ook. Voor ik het vergeet, abonneer je eventjes op dit kanaal en druk gelijk even op het belletje. Dan hoef je niets te missen van een volgende upload die er weer aan zit te komen. Want volgende week is er uiteraard gaan weer een videootje. Verderop in dit videootje ga ik in op de dingen die ik heb binnengekregen via e-mailadres. Ik wil graag een videootje aan je laten zien. Minitrans.nl, want ik heb me daar een bak ellende binnengekregen. Dat wil je niet weten. Dus daar ga ik er straks over hebben. We gaan eerst even kijken naar wat ik onder andere heb meegemaakt deze week. Veel plezier. We rijden een nette snelheid en er geldt hier een inhaalverbod. En oh, er komt er toch nog eentje voorbij. Je mag hier maar 60 volgens mij, meneer. Eens even kijken hoe hard hij nou eigenlijk reed. 73! Van harte gefeliciteerd. Hier staan we voor een brug te wachten. En ja, je kunt niet verder, want de bomen zijn naar beneden. En de brug is inmiddels omlaag gegaan. Dat houdt in dat we zometeen weer mogen gaan rijden. Eens even kijken hoor. Ja, wacht tot het rode licht gedoofd is, want... Die motorrijder denkt waarschijnlijk dat er nog een schip aan kan komen. Hé, eindelijk gaat hij vertrekken. Had wel ietsje sneller gemogen, meneer. We sluiten aan in een beetje vielige rij en degene voor mij zit een beetje te trutten. Ik weet niet wat hij precies zit te doen, maar is niet heel erg met het verkeer bezig, want we houden wel een beetje in, hè. Schiet niet echt heel erg lekker op. Maar als je dacht dat dat toch alles was... Nee, er komt er zometeen eentje van rechts aangereden. Nee, niet die, maar die daarachter zit. Juist, daar komt die zometeen. Ja hoor, en die gaat in één vloeiende beweging van rechts naar links, mensen, om maar even snel door het verkeer heen te kunnen crossen. Hier zijn we zojuist een kruising overgestoken. Niets vermoedend. Oh, er komt er nog eentje voorbij over het verdrijvingsvlak heen. Eens even kijken of we dat in een close-up nog kunnen zien, want hij gaat wel erg hard. Wij rijden namelijk al 80. En hij rijdt toch minimaal wel 100 om mij eventjes voor te kunnen zijn. We rijden hier op de A20 richting Rotterdam. We willen zo meteen gaan uitvoegen naar de A16. En er zijn er wel meer die dat willen. En die proppen hem er nog eventjes lekker tussen. Nou ja, dit zou nog kunnen. Alhoewel het wel wat dichtbij was. Als ik Adaptive Cruise Control zou hebben, dan had ik al met mijn smoel tegen de voorruit aangezeten. Er zijn echter mensen die dat nog veel beter kunnen. Zo even lekker ervoor pleuren. En dan komt er zo meteen eentje aan. Ik waarschuw je me vast. En als ik nou Adaptive Cruise Control had aangehad, had ik zeker weten gelijk helemaal stilgestaan. Kijk eens eventjes wat een heerlijke asshole dat nou toch weer is. Als je denkt dat alleen personenauto's fouten kunnen maken, dan heb je het mis hoor, want wij vrachtwagenchauffeurs kunnen er ook wat van. Je ziet hier aan de linkerkant op de middelste baan zie je een vuilnisauto achter rijden en die moet nog eventjes naar rechts. Ja, de tijd gaat wel dringen, dus hij moet er nou toch ongeveer wat tussen. Nou weet je wat, dan gooi ik hem er wel gewoon eventjes tussen. Ja, helemaal fantastisch. Ken net hè? We gaan hier de bocht door en links van mij stond helemaal niets meer. Maar er kwamen er een paar keihard aangereden en je moet het stoplicht nog eventjes halen. En dan krijg je dus dit. Een bus die vlak voor me gaat en een personenauto die zwaar over de lijn heen gaat en bijna met mij botst. Ongelooflijk. Even in een close-up om te kijken hoe ver die personenauto nou over die lijn heen ging. Die bus die had ook al in zijn eigen baan moeten blijven, want die snijdt mij keihard af. En kijk eens eventjes die personenauto. Ja, die zit er wel zeker een centimeter of 30, 40 over de lijn heen. Niet goed natuurlijk, hè? Vreemd dat er ongelukken gebeuren. Raar. We zitten in de Drechttunnel richting Breda en we zitten vlakbij afslag Dordrecht. Deze auto die geeft niet aan dat hij ertussen wil, dus ja, dan krijg je de ruimte ook niet. Dus die gaat er lekker voorbij. Ik denk ook dat hij gewoon rechtdoor wil. Maar ja, achteraf bleek dus dat hij helemaal niet rechtdoor wilde. En toch eigenlijk met alle geweld eigenlijk voorbij die tanker eraf wilde. Maar dat ging niet meer lukken, erin inhalen. Dus moest je door een autootje opschuiven, ging hij er nou een auto eraf. Dat konden we niet heel erg goed zien, dus even de close-up. Kijk, daar rijdt hij. Hij wil die tanker inhalen, maar die gaat achter hem zitten. Dus die geeft hem ook geen ruimte. Dus dan moest hij die auto daarvoor nog eventjes erbij om er dan plotseling toch nog af te gaan. Zover eventjes deel 1. Ik zou nog even terugkomen op wat ik heb binnengekregen via... Ik wil ook graag een videootje naar je sturen, @minitrans.nl. Daar heb ik een hele bak porno binnengekregen. Dankjewel! Yay! Kijk daar even vooruit, jongens. Hartstikke lekker. Maar ik heb ook een hele serieuze binnengekregen. En die is van Jasper. Die ga ik je nu even laten zien. Jasper heeft last van een typisch gevalletje. Iemand die geen richting aangeeft en plotseling gaat afremmen.
Goed gefilmd met je eigen telefoon. Ik heb je nummer even doorgegeven aan de KLPD. Graag. Dankjewel Jasper voor jouw inzending. Wil jij ook graag iets naar mij toesturen? Stuur dat dan eventjes naar ikwilookgraageenvideootjeaanjelatenzien@minitrans.nl. Dat is ikwilookgraageenvideootjeaanjelatenzien@minitrans.nl. En dan komt die er volgende week gewoon waarschijnlijk weer eventjes tussen. We gaan snel verder met het tweede deel van Dubieuze Dingen, deel 2. We zijn aan het invoegen op de A12. Althans, dat proberen we. We hebben een lekkere snelheid, 170 km per uur al. En dat is lekker om eventjes erop te kunnen komen. Dus niks aan de hand, zou je denken. Maar er wordt plotseling opeens geremd. Ik heb eigenlijk geen idee waarom. En dan gaan we steeds zachter ook rijden. Hey, waarom is dat? Dan heb ik nog geen snelheid meer. Dan zit ik nog niet eens op de 60 km per uur om in te voegen. Dubieus. Dan gaan we even kijken hoe dat zit met de snelheden in een close-upje. Even kijken, heb ik hier netjes even voor je. Ja hoor, we gaan dus zeg maar met 75 km per uur komen al de toerit op. En dan gaan we steeds verder afremmen naar zo'n 59 km per uur. Mooi balen, schiet helemaal niet op natuurlijk. Volgende filmpje is ook alweer grappig. Ik sta voor rechtsaf om de A12 op te gaan, terwijl de banen voor linksaf om de andere kant A12 op te gaan en rechtdoor ja, ook aardig gevuld zijn. En er staan 3 auto's voor me die verkeerd voor gesorteerd staan. Vreemd genoeg, want er stond een flinke file achter. En wat gaan ze nou doen? Ja, die gaan we natuurlijk gewoon tussen. Dat zal je zien. 1, 2 en nummer 3. Netjes ertussen gebracht, maar dit konden wij natuurlijk helemaal niet zo heel goed zien. Dus even in een close-upje. Eerst een vrachtwagen. Ja, want wij kunnen het ook. En daarna een busje, die gaan er eventjes naar links. Ja hoor, ook lekker verkeerd voortgesorteerd. En dan als laatste nog even een grijze autootje wat er nog eventjes tussen moest. Om toch maar eventjes niet zo lang in die file te staan. Als die 3 minuten maar weg niet zo vooruit. Van de volgende idioot werd ik zelf behoorlijk pissig. Je ziet hem rechts erop komen. Over airsoft gesproken, dat witte autootje die gaat invoegen met een normale snelheid eigenlijk wel. En die gaat ineens gaat lekker op zijn rem staan. Ik weet niet waarom, misschien dacht hij dat hij zijn koppeling indrukte. Maar ik moest er even flink in de ankers, anders had ik hem echt geraakt. Wat een ezel. Hier zie je een collega op de vluchtstrook staan. Je zou denken dat hij pech heeft, maar hij zat netjes met zijn pootjes omhoog zijn lunch naar binnen te schuiven. Dus het is van keihard parkeren wat hij doet. Mag je dat? Nee, natuurlijk mag je dat niet. Tenzij je natuurlijk een witte kentekenplaat hebt. Zit je net even iets naar rechts met je eigen auto, dan klap je er bovenop en heb je een ravage van heb ik jou daar. Maar ik zeg verder niks hoor. Hier een gevalletje wat ons allemaal wel eens overkomt. Je sorteert net eventjes te vroeg voor naar links. Ja, dat kan gebeuren, dan ga je er even omheen. Kon ook makkelijk hoor, was verder helemaal geen ruimte. Blijft natuurlijk wel een dubieuze actie, maar oké. Okay. Dus je vergeven, gebeurt ons allemaal wel eens een keertje denk ik. Dus ja, dat moest wel eventjes kunnen natuurlijk. Maar ik vond hem toch wel even leuk om te laten zien. We gaan weer uit met waar we begonnen zijn. Dat is de weg van het eerste filmpje. Je zag het al eventjes, een inhaalverbod. Het is niet goed te zien, maar dat komt zo meteen nog eventjes in een close-up. En iemand met haast komt mij dat toch voorbij. Ja, je kan maar erg veel haast hebben. Hè? Ja, dat kan zomaar. Gelukkig is de weg leeg en is er niet zo heel erg veel aan de hand eigenlijk. Dus hoe dan kunnen. Kijk, in de close-up zie je toch echt duidelijk dat dat een inhaalverbod is. Zit er al jaren. Rijd 3 kilometer verderop. En wie kom ik daar tegen? Ja, diezelfde man die zo ongelooflijk veel haast had. Dus ja, het heeft er niet echt heel erg veel geholpen. Dus eigenlijk was die actie redelijk, mag ik wel zeggen, zinloos. En Simonloos kwam ook drempjes voorbij. Dat was het weer voor deze week. Wil je alles nog een keertje terugkijken? Klik dan deze afspeellijst aan en wil je alle ritjes nog een keertje terugzien die ik erop heb gezet, klik dan die afspeellijst even hier aan. Ik zou zeggen, graag tot volgende week en toedeledokie!